Je wil jezelf aanleren als je begint naar je schouders toe, dan starten. Dus heel vaak, of nou ja, heel vaak, af en toe, krijg ik van mensen te horen van ja, maar ik krijg ze die eerste keer niet meer omhoog. Mijn antwoord is daarin altijd heel simpel. Als je die eerste niet kan, kan je de volgende 10 ook niet. Dus je wil hier beginnen, niet bovenaan. Dan starten, als je klaar bent. En even heel simpel, als jij weet, hey, normaal deed ik een 9, dus 10 moet wel lukken. Hier eindigen. Dan knie omhoog en dan leg je ze weer weg. Nooit vanaf hier daar naartoe. Je moet je voorstellen, het wegduwen van dat gewicht, dat doe je met je borst, schouder, tricep. Dus daar kan je best wel wat gewicht aan. Deze beweging maken, dat moet je voor een deel doen met je rotator cuff. Dus de spieren rondom je schouderblad. Die vinden het op een gegeven moment niet meer zo leuk. Altijd boven, knieën, wegleggen.